We zijn vandaag aanwezig op uh, Manege Pompveld in Almkerk, uh, waar diverse wedstrijden worden georganiseerd. En, uh, daarover spreken we met uh, Majolijn. Wat voor wedstrijden um, kunnen we hier zien vandaag? We hebben, vandaag hebben we een vaardigheidswedstrijd. Dat is voor de kinderen voor de behendigheid om te kijken hoe goed ze kunnen rijden. En dat is over uh, balkjes heen springen, tussen de pionnen doorslaan en daar buitenom hebben we ook nog een dressuurwedstrijd. Dressuur is echte het echte werk, dat is de basis. Van zowel de vaardigheid springen. of als je wat anders wil gaan doen in het paardrijden. Maar hoe beleven de kinderen zo'n dag? Ja, vol spanning in het begin. Eh, voordat ze op de pony gaan. en zodra de proef is afgelopen. dan is het helemaal klaar, kunnen ze weer lachen. en dan is alles weer goed. Ja, we zagen net al een hoop trotse kinderen. met, uh, met diploma's volgens mij naar buiten lopen. Ja. Uh, hoe gaat zo'n dag uh, in zijn werk? Uh, ze beginnen met. als ze aankomen, moeten ze zich aanmelden. daarna gaan ze de pony klaarmaken. Gaan ze op de pony proefje rijden en daarna moeten ze wachten tot de prijsuitreiking. En na de prijsuitreiking kunnen ze weer naar huis toe. krijgen ze een protocol mee en daar staat alles op hoe ze gereden hebben, wat voor punten ze hebben gereden en hoeveel ze zijn geworden. Ja, wat houden jullie daar dan uh, met hoe bekwaam de kinderen zijn ook rekening mee in de lessen of hoe gaat dat? Ja, wij lessen op niveau, dus de groepjes worden gebaseerd op het niveau wat de kinderen met de wedstrijd rijden. Zodat dus alles een beetje bij elkaar zit en we oefenen het proefje ook altijd voor de wedstrijd in de les. Ja, nu uh, kan ik me zomaar voorstellen dat er uh, kinderen meedoen aan de wedstrijden die uh, misschien pas een paar maanden rijden, maar ook uh, kinderen die al jaren op les zitten. Ja. Uh, hoe is zo'n dag dan ingedeeld? Zijn dat diverse klassen of hoe werkt dat? Ja, dat is op niveau. Dus als je nog niet zo lang kan rijden, begin je in de F1. Hoe beter je kan rijden, hoe vaker je meedoet met de wedstrijden, hoe hoger je komt. Dus, en we hebben tot, op het moment tot met de F14. Ja, en die wedstrijden uh, um, heten, als ik het goed heb, FNRS-wedstrijden. Ja. Dat klopt. Wij zijn lid van de FNRS, dat is een organisatie waar je bij kan aansluiten als zijnde. En die zorgt voor de proeven, voor de dag en uh, alles eromheen. Ja, waar kunnen de mensen meer informatie vinden? Uh, voornamelijk bij ons op Facebook. Daar houden we alles in bij. U kunt ook altijd even mailen of bellen. Dat is verder geen probleem.